We staan in de Klazienerveen aan de Doornendistel. Wat is hier precies aan de hand? Ja, we hebben een zeer grote brand in een loods aan de Doornendistel in Klazienerveen. Eerste melding was brand loods. Is eigenlijk vrij vlot opgeschaald door de alarmcentrale naar middelincident. Eigenlijk bij die aankomende voertuigen was hij al uitslaand. Hebben we besloten om op te schalen naar zeer grote brand. Wat dus inhoudt dat er meerdere korpsen gealarmeerd worden om ons te ondersteunen. Gezien de rookontwikkeling en het effectgebied hebben we een NL-alert uitgedaan. Het was een behoorlijke rookontwikkeling. We hebben ingezet eigenlijk om de blendende percelen, zeg maar de naastliggende gebouwen, om die te beschermen. Maar eigenlijk was er aan het pand zelf eigenlijk bij aankomst eigenlijk al geen redder meer aan. Dus we hebben gekozen voor een defensieve aanval, om het zo te noemen. Okay. Er is een bedrijventerrein hier, een industrieterrein, met vrij veel woningen erbij. Hè? Vandaar het NL Alert? Nou ja, uiteindelijk doen we een NL Alert voor een groter gebied. Hè? Want je zag de grote zwarte rookpluimen. En waar gaan die naartoe? Hè? Dus dat is, we proberen een grotere gebied te bereiken, zeg maar, om in ieder geval de mensen aan te geven van hey, hou rekening met de rook en sluit deuren en ramen. Wat voor bedrijf is het? Het is een bedrijfverzamelgebouw. Het is mij op dit moment nog niet exact bekend van wat voor type bedrijfjes daarin gevestigd zaten. Maar er zaten dus meerdere bedrijfjes waren actief in dit pand. Waren de mensen in het pand aanwezig? Ja, op het moment van de brand, of de vlak voor, waren er nog wel mensen aan het werk, wat ik heb begrepen. Maar die mensen stonden allemaal buiten toen het begon te branden. Dus, er zijn veel explosies gehoord. Enig idee wat dat geweest kan kunnen zijn? Nou ja, dus het wijst op dat mogelijk dat het een aantal autobanden zijn geweest. Maar dat is op dit moment niet helemaal duidelijk. Maar dat de kans is aanwezig dat het autobanden waren. Nou, rook altijd gevaarlijke stoffen. We zijn er nog verder nog gevaarlijke stoffen gemeten. Want ik zag ook de AGS rondlopen. Ja, de AGS die is bezig met een aantal meetploegen. Op dit moment heb ik nog geen uitslag van hem. Maar er worden wel metingen verricht door de verkenningseenheden. Verder, ja, brandmeester of nog niet? Ja, we zijn wel de brandmeester. Zoals je ook kunt zien is de meeste intensiteit is eraf. Dus we zijn nu in de nablusfase, zeg maar.